kan ben, maar het is mijn vanmiddag een beetje uit de hand op. Toen de financier blijft het lusje af, toen dacht ik bij mezelf, Harm, weet je waar is, kopen we nog hem een paar kolen fles bier. Ik bij ons café naar binnen, dan dacht ik zo'n 50, 60, 50 zeg ik. Ik zei, laat me hem bedalen. Bedalen naar hem zeggen, je hebt je nog maar 60 pond bier op. Ik zeg, ja, vandaag doe ik de kalma, maar die morgen met oude nol. Kom ik hier net aanrim, toen dacht ik bij mezelf, Harm, gooi ze eerst aan mijn kleinigheid in, daar roept ze ook niet uit zoveel bier op. Ik hoor dan zo'n cafetaria aan de binnen, zegt dat in een vrouwtje achter de bar, kan ik hier een kleinigheid in bestellen? Ja, zeker zeggen, wat is nou wat te drinken bij hem? Ik zeg ja, hij heb. Ik zeg spa. Spa, zegt ze, ik zeg ja. Ik zeg, maar kan je nou wat eten drinken? Ja, zeker. Ik zeg, nou, dan doe je maar twee frikadellen speciaal. Ik zeg, een patatje oorlog. Ik zeg, een beerraapje en twee gangbal met dubbele zigeunersaus. En dat had ik beter niet kunnen doen. Stond die namen net in de garderobe, mijn verder brein op mijn buurtje, sloeg me de zenuwen op de maag. Met als gevolg, het hele cafetaria gebeuren, kwam er van boven weer uit. En daarom wil ik eerst even mijn excuus aanbieden aan garderobe nummer 127 tot en met 388. Moet de vrouw bleu wezen wie hun jas ontvangt en ze loopt per ongeluk de sleutel van. En dan hangt ze een scheurenluchtje aan, liggen niet aan de pop, maar liggen dan aan de fatties. Maar het zal niet weer voorkomen. Het was namelijk vandaag mijn laatste beurnaarsklusje. Ik heb mijn leven beter. Nadat ik jaar of 13 in een WW was geweest, kreeg ik op een gegeven moment een telefoon van Geel van Arbeidsbureau, het UWV. Hij zei Harm zeggen, na de vakantie moet je weer aan het werk, wie heeft voor jou een goede stucadoorsbaas gevonden? Ik zeg tegen die kerel van het Arbeidsbureau, als een goede stucadoorsbaas is, moet je zullen met win. Maar nu het normaal in het museum. In het museum waarom zeggen, was dat dan ook? Ik zei, nou, goede baas, ben net zo zelfs als zwarte kanaries en die bestaat ook niet. Maar ik op een gegeven moment, na de vakantie, ik meld me door voor zo'n sollicitatiegesprek bij die nieuwe baas. Mooi bruin gebrand kelke, stel me verder Harm van Dietz. Hij zegt, goede vakantie aan Harm. Ik zeg zeker. Hij zegt, ben je nog op vakantie geweest? Ik zeg ja, een week naar de camping hè. Ik zeg, Marina. Ja, zeggen, 3 weken Gran Canaria. Perfect. Lekker koud bier. 38 graden. En die zit je maar een paar uur in het vliegtuig en die bent er. Hij zegt, Harm, zeggen, heb je in je leven wel eens vlogen? Ik zeg ja, zeker. Bij al mijn vorige bazen ben ik eruit vlogen. Maar ik was van deurzetter, ook hier met bijna nog eens een klusje in, sierpleister maken, pint schooljevrouw. Nou, als ik er ergens een hekel aan heb, is dat schooljevrouw, want die andere vrouw rook er mee. Wie komt er op een gegeven moment aan, ik en de baas, sierpleister met, mijn kubke met, dat meisje door de deur los en toen zag ik er wat, dat wordt 3 keer niks. Ik zag dat ze 2 kinderen aan, een jongen Wichke, een tweeling. En toevallig waren ze ook nog een mol. Op een gegeven moment ik ben een sierpleister aan het opzetten. Op een gegeven moment ben ik de sierpleister aan het opzetten. Heb ik in één keer een kerel die nog bestaat. Ik zeg zo mijn jongen, en wat wil je dan laten worden? Nou meneer zeggen, ik wil later wel advocaat worden. Ik zeg nou jong, dat moet je goed je best doen. Zeg dat later goed kunnen leren. En dan gaat die student. En dan word je later advocaat. En op een gegeven moment kelder werd mij hartstikke onzeker. Hij zegt, meneer, zeggen, maar als ik dat nu toevallig niet goed leren kan, en wat dan? Toen zegt Simon, die oude feest van u de kuk, uit de stomme om te leren, kneus, zei die meneer, als hij nog een stuur over. Er ging zo'n beetje een uurtje overheen. En op een gegeven moment had ik dat dochtertje nog bestaan. Ik zeg, zo meisje, en wat wil jij dan graag worden? Nou meneer, ik wil later balletdanseres worden. Ik dacht, wacht even.
Ik zeg, oh, als jij balletdanseres wil worden, ik zeg, dan moet je zuinig zijn op je lichaam. Gezond eten, op tijd naar bed, zorgen dat je later een mooie meid wordt. En dat kind, dat werd nu ook al zo onzeker. Maar meneer zegt, als dat nou hartstikke lelijk wordt, hebben we dan. Zeg, geen probleem, kun je net een humor, al die nog eens hooi vrouwen. Op een gegeven moment werden mensen nu hartstikke helft op niet. Trammeland, de baas te bieden. Ik had één geluk, ik hoef dat mensen niet meer te komen. Bij die baas er ons ook niet. Toen dacht ik bij mezelf, waarom, wat gaan we doen? Gaan we 13 jaar bij de deur lopen? Of maak je het nuttig voor de maatschappij? En dan kun je met bepaalde dingen, of je wordt pastoor, of je wordt dominee, of je wordt dokter. Ik heb je maar voor het laatste besloten. Op een gegeven moment, ik ben een cursus aanmeld bij de LOV. Cum laude afstudeer. Alleen ik was naar de tweede stageplek. Mijn eerste stageplek was in het Bianus. Op een gegeven moment, ik moest mijn man als man melden met medestudent. Wie komt er zo aan? Lukt de buurt verder in de gang? Zo'n heelal kelke, heel krapachtig voor ons langs. Ik zeg tegen mijn studiemaat, zullen ze een medische diagnose stellen? Als dat mannetje zo zou lopen, kon hem wel eens spitten. Nee, zegt mijn maat, je hebt helemaal verkeerd. Mijn medische diagnose is, als dat mannetje reuma heeft. Op een gegeven moment draaide de alle kelkens op. Hij zei, jongens, jullie hebben het allebei mis. Ik zal trouwens op, ik dacht dat ik scheet moest laten. Maar we kunnen gaan naar het hele bos vol. En dan weet je hoe dat geen is op je aan, dus dan moet je op een gegeven moment, s'morgens eerst je deur, allemaal in rondbrengen. Hak ook een hele week door, wie zo'n oud vrouwtje. Hier had ze een tandje, daar had ze een stumpje. Maar ze had al die schoteltje voor me staan met hazelnootjes. Ik eet zo de hele week al lekker op. Op een gegeven moment zei ik tegen een vrouwtje, zijn niet op de een of ander. Ik zei, maar waarom bewaar je toch al die hazelnootjes voor mij? Nou jong, dat zou ik me zo vertellen. Als ik zo'n televisie kijk, dan eet ik al die hazelnootchocola. Dat vind ik zo lekker. Alleen die nootjes, die weet niet meer geworden. En dan weet je wel, not eet, dan moet je die leur op een gegeven moment onder de douche doen. Ik moest een oma van 86 jaar onder de douche doen. Ik zeg zo, mevrouw, toen zou ik voor ze even lekker wassen. Zeg eerst heur, zeg dan de schouders, dan de rug, dan de buik. En dan laat me zo zijn, dan zak die even het brainbusje vast. Dat alle mensen, dat keek niet aan, knip ook naar mij. Ah, dokter zegt ze, laat het brainbusje van mij maar zitten. Maar dan heb ik van 34 jaar geen post meer aan. Op een gegeven moment moet je medicijn erop brengen. Ik kom er op zo'n hoofd, op zo'n kermke, liggen er twee van die oude kelkers. Zegt er ene kelker die mij, hij zegt, dokter zeggen, in wat vertaal zeggen, stoor die medicijn op dat kutje. Ik zeg in het Latijns zo. Nou zeggen, dat komt goed uit. Hij zegt, want ik ben al zo'n beetje om de 90. Ik heb de meeste jaar al wel op. Hij zegt, als ik een beetje Latijns kan en ik kom er met boven in de hemel, kan ik mooi met die helk brood. Toen zegt de kelder waar het nou ligt, maar dat moet toevallig in de hel komt daar. Ach, zegt alle kelder, een beetje Duits kan iedereen wat. Maar op een gegeven moment, ik ga naar een andere kelk heen. Ik zeg, wat kreeg u daar van medicine? Ja, zeg, ik drink twee keer per dag een halve Viagra-pil. Ik zeg, twee keer per dag een halve Viagra-pil? Ja, zeg. Soms kreeg ik erin zeggen, voor ik s'nachts nu het bed om. En soms kreeg ik erin zeggen, had ik mezelf nu over de zak naar zijn. Op een gegeven moment kom ik de studie morgen meteen. Hij zegt, Harm, zeggen, loop je nog stage zeggen in het Bianus? Ik zeg, nee. Hij zegt, hij dan nog een legendarisch afscheidsdag? Ik zeg, nou, legendarisch wassen. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, ik kom door de laatste dag. Ik zeg, vrijdagsmiddag, ik ga de middag toe. Ik zeg, geen taart, geen leiding, helemaal niks. Alleen een verpleegstertje van Jorofijn verder. Op een gegeven moment, zo'n voor 10 uur, aan weer de dienst erop zit. Toen zegt dat verpleegstertje tegen mij, Harm zeggen, ga ik één meer naar mijn fletje, ik heb nog een flesje wijnkoop staan. Nou, normaal wij als studeroos blubben alleen maar in bier, dan mag ik voor je principes aan de kant zetten. Dus ik met een verpleegstertje naar een fletje, Harm, ik trek even iets luchtigs aan, als je begrijpt wat ik bedoel.
En als ik je straks roep, laat ik je mijn nieuwe slaapkamer zien. Ik dacht, dat kan me wel. Nog 10 minuten, heb ik gekregen. Harm, je mag komen. Ik met 2 sprongen van de bank af, trek de deur van de slaapkamer los. En wat dacht je? Het voltallige personeel. Met bloem, met taart. Toen zegt mijn man, nou Harm, toen ben je van verbazing. Zeker wat van de zak af, hoor, of niet? Ik zei, man, de zak was het enige wat ik nog aan had. En toen ben ik voor mijn laatste stageadres, moest ik deze kant op aan. Wie jullie allemaal bekend, wie dokter Kobelaar. En dan heb ik hier maar een paar mensen in de zaal zitten, die heb ik door natuurlijk al ontmoet in die afgelopen tijd. Op een gegeven moment kom ik door mijn dokter Kobelaar. Hij zegt, zoon zeggen, jij komt hier voor een stageplek. Ik zeg, ja. Hij zegt, als dokter zeggen, hij heeft voorbeeldfunctie. Dat betekent niet roken, niet drinken en letten op je gewicht. Hij zegt, ga eens op die weegschaal. Hij zegt, Harm zeggen, je weegt 138 kilo. Ja? Oh. Ik zeg, ja dokter Kobelaar, ik zeg, daar kan ik ook niks aan doen. Zeg, eet en drink, doe dat maar goed. Hij zegt, nee, zeggen, voordat je hier op stage komt, ga je eerst op dieet. Ik zeg, wat is dat de bedoeling? Hij zegt, jij gaat naar Noddy Walking, jij gaat afvallen. Ik zeg, wat is dat Noddy Walking? Hij zegt, lopen zeggen, met 2 van die stok. Oh, ik zeg, je bedoelt treurskien. Op een gegeven moment, ik bij de gamma-bio's 2 van die bezemsteeltjes gekocht. 14 dagen later, belt dokter Kouwelaar op. Hij zegt, Harm, zeg, hoe bevalt het Noddy Walking? Ik zeg, dokter, perfect. Nog 5 minuten, kom maar zonder stok. Hij zegt, hou op zeggen, met die Noddy Walking, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat paardrijden. Ik zeg, paardrijden? Paardrijden is goed voor je gezondheid, goed voor je geest en je valt ook nog af. Ik op een gegeven moment bij ons door naar een manege. 3 weken later bel dokter Kobelaar op. Hij zei, Harm zeggen, hoe bevalt het paardrijden? Ik zeg, dokter, geweldig. Hij zegt, en hoeveel ben je dan afgevallen? Ik zeg, ik niks, maar per 12 kilo. Op een gegeven moment zegt dokter Kobelaar tegen mij. Hij zegt, Harm zeggen, ik ga op studiereis. Je moet een tijd lang, hij zegt, mijn praktijk overnemen. Hij zegt, dat betekent zwijgplicht. Er wordt niet over patiënten gesproken en ook niet over behandeling. Zeg dokter, ik kan zwijgen als ik graag. Man aan man, ik doe de praktijk los. Kom op een gegeven moment Robert Akkerman binnen. Zo'n bult verheugd. Ik zeg, Akkerman, wat heb je dan? Dokter zegt, me goed luisteren. Ik ben hoogheid zeggen, hoogheid best bij de Vienbrugs. Ik zeg, ben je de hoogheid best? Ja, zeg het. Bob Vivaan is mijn artiestnaam. Ik zeg, wat heeft dat met jou verwonding te maken? Nou zeggen, wie oor zeggen, was op een gegeven moment de feest op afloop. Ik nou met een paar keels van de carnaval zeggen, nou Nijverdal in. Deurzak zeggen, tot s'mons 7:30. Ik kom hier nu. Toen zegt mijn vrouw niet mee. Hij zegt, waar kom je dan in Godvredes naam nou nog weg? Ja, zeggen, toen wou ik lollof in. Toen zei ik in haar, niet uit de kerk. Toen greep ze de asbak en toen woon ze met asbak in het. Ik zei, nou Robert, kon je dan niet bukken? Ja, dokter zeggen, dat heb ik dan, maar daar heb mijn vrouw een rekening mee om. Op een gegeven moment komt er een vrouw in voor een inwendig onderzoek. Toen op een gegeven moment met mijn klaar was, zei ik een vrouw zeggen, ik ben u niet getrouwd. Die getrouwd zeggen, ik ben 3 keer getrouwd geweest. Hoezo? Ik zei, nou, je bent nog maag. Nou, dokter zeggen, dat kan ik u zo bedenken. Mijn eerste man, waar ik met trouw was een gynaecoloog. Het enige wat hij deed, hij keek er alleen maar naar. Mijn tweede man, dat was een psycholoog. En die praat er alleen maar over. En de derde man zegt ze wat met trouw geweest, dat was een aannemer. En die aannemer zie ik volgende week, daar begin ik ermee. Volgende dag hier nog even de telefoon. Volgende dag hier de telefoon, hangt een vrouwtje weer aan het apparaat aan. Dokter zeggen, weet nog dat gisteren buur bij werd voor het inwendig onderzoek? Ik zei, ja, zeker. Hij zei, dokter, ik heb misschien een hele rare vrouw, maar ligt mijn slipje toevallig ook naar buur? Ik zei, nou overval ik niet een beetje. Ik zei, dan moet de assistent hier naar kijken. Ik zei, bel vanmiddag maar in terug. 1/2 uur later ging de telefoon. Hakt het mens dan weer aan de telefoon aan. Dokter zeggen,
U hoeft niet verder te zoeken, zeggen, maar ik heb een slimpje alweer voor u. Ik zeg wel lachen aan de badkamer. Nee, zegt ze bij de tandarts. Verveelt u me? Op een gegeven moment, ik leg de telefoon op, komt er op een gegeven moment Michel Nijhuis ben, Spolder, bekend hier niet. Zo'n blauw oog. Ik zeg, wat heb je dan aan? Ben je aan het vechten, Ben? Ja, zeg ik. Ik heb ruzie aan het zeggen met mijn buurman. Hij zegt, maar dat komt door mijn zonnetje. Ik zeg, hoe zo dat aan? Of door mijn dochtertje. Ik zeg, hoe zo dat aan? Nou, zeg ik. Op een gegeven moment zeggen, wie heeft twee kinderen, zeg ik. En onze kinderen zeggen, die zeurt iedere keer, ze wil er nog geen een bruidje bij hem. Hij zegt, maar mijn vrouw en ik zeggen, wie begint niet meer aan kinderen? Hij zegt, op een gegeven moment met z'n Klaas, vrouw, mijn vrouw en ik aan onze kinderen, zo, wat willen jullie dan van papa en mama hem voor z'n Klaas? Nou zijn die beide kinderen, als er geen bruidje kreeg, dan willen we niks hebben. Ik zeg tegen die beide vechten, zeg, weet je wat jullie doen? Pa vindt de schuur nog een zak met gras afstaan, strooi dat maar boom op het balkon, misschien brengt de ooievaar jullie wel een bruidje. Laat dan uit twee dagen later bij de buurman een zoontje geboren worden. Wij met de hele straat en Kramsken, de beide vechters van ons ook net. Op een gegeven moment komt die buurman met een kleine ventje van de trap af om het te laten zien. Staat die beide dochtertjes eromheen en die zeggen, ja buurman, het is wel een mooi poppie, maar die moet één niet vergeten, het komt het zand van mijn vader. Op een gegeven moment komt er een vrouwtje binnen. Ik zeg, wat scheelt eraan? Oh, dokter, zeg ik. Ik heb gruwelijk last van keelpijn. Ik zeg, wit, pas even zitten. Ik kijk. Ik zeg, ik kan het maar zien. Ik zeg, hier, uw amandel ontstoot. Ik zeg, die moet u hebben. Dokter, zeg ik, doen jullie dat ook hier? Ik zeg, eigenlijk niet. Ik zeg, maar voor jullie wil ik uitzondering maken. Ik loop naar de schuur heen. Haal de skeer op. Kom terug. Ze kijkt. Ja, dokter zeggen, maar mijn amandel zeggen, die wordt die knip zeggen met een sneusje, ja. Dat riep je dan liever kind. Ik zeg, nou mevrouw, dat kan ook, maar dan moet de stoel aan iets anders zetten. Op een gegeven moment hier de telefoon. Heb je Anne van Ziener aan de telefoon aan? Ja, dokter zeggen, hier met Anne van Ziener. Hij zegt, ik ben al 3 weken aan de diarree zeggen. Ik hou nog geen glas humor aan de port. Hij zegt, bind er ook medicament voor. Ik zei, ja zeker, ik zal je wel in mijn recept schrijven. En dan komt er helemaal in orde. Ik vrijdag op een gegeven moment mijn receptboekje nageef. Zeker Anne van Ziener, kast de verkeerde medicijn met het aan. In plaats van noord tablet, haak ik een kalmeerde tablet met aan. Ik bel hem op, ik zei hier met de dokter. Ik zei Anne van Ziener, ik heb me helemaal vergist geld. In plaats van noord tablet, heb ik een kalmeerde tablet met aan. Oh, dokter zeggen, wat ben ik blij zeggen dat je opbelt zeggen. Ik stond aan de kind in ontlasting zeggen. En de buurt was rustig onder. Op een gegeven moment komt er een vrouw binnen bij ons. Dokter zeggen. Mijn man zeggen, die zit in de senaat zeggen, bij de Fienbrugs. Maar sinds hij in de senaat zit zeggen, heeft hij helemaal geen zin meer aan seks. Hij zegt, ben je toevallig ook medicijn voor? Ik zeg, god vrouwtje, ik zeg nee. Ik zeg maar, een zuster van mij, die heeft een zolder bij mijn zwager. En die gaf mijn zwager 3 keer per dag een eerlepel honing. Nou, 3 weken moest ze naar de berm. Ik zeg, probeer het eens uit. Ik zeg, dan laat het eens. 6 weken later komt dat vrouwtje weer bij ons in de praktijk. Ik zeg, hoe nog eer heb ik met die 3 dagen honing, 3 lepels honing. Ik zeg, wat werd nog voor de andere dingen gebeurd dan alleen maar te slapen? Ah, dokter zeggen, ondanks al die honing zeggen, beroemd en soms, die man wel zeggen, maar sterker zeggen, durf nog steeds niet. En hoe is de laatste klant nu aan het trainen door? Dat was ook nog een interessante. Ik geloof dat hij hier veldwachter is. Nico Kiefenbelt. Die komt binnen, klopt heel langzaam op de deur. Hij zegt, dokter zeggen, heb je zwijgplicht? Ik zeg, ja, hoezo? Hij zegt, ik heb een hele rare vrouw zeggen, maar doet jullie hier toevallig ook een penisverlenging? Ik zeg, wat Kiefenbelt? Ja, zeggen, die vrouw is mee geworden, zeggen. Ik zeg, nou, Kiefenbelt, ik zeg, ik zal het doen niet. Ik zeg, maar ik heb wel een collega chirurg, die doet zoiets van. Hij zegt, wat kost dat? Ik zeg, nou, 15 tot 20 euro. Hij zegt, dan weet je daarin met die vrouw overleggen.
Half uur later ging de telefoon. Ja, hier met de veldwacht in Nico. Hij zei, dokter, zeggen, die operatie van die kindersverlengde ging niet uit. Ik zeg, nee, hoezo niet? Nou zeggen, mijn vrouw heeft al liever een nieuw koffiezetapparaat. De zomer liep, en ik had vanavond er wel geniet. Ja, met mijn buurtje op de leen. De laatste feest en de kabin. Het was gezellig. Ja, en misschien een volgende keer. Voor plezier, we gaan dan weer. La 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 Dames en heren, geef nog een tafelapplaus naar die doodskappenmissie. Naar de uitgang.